Hey allemaal, welkom bij deze nieuwe voorleesvideo. We hebben een verhaalboek van de Efteling. En die heb ik een Nienke cadeau gegeven. En het is dit mooie, bijzondere boek. Uit de Efteling, het Efteling Sprookjesboek. Dit keer gaan we het verhaal voorlezen van Hans en Grietje. Dus ik ga jullie meenemen naar het verhaal. Ik ben benieuwd wat er gaat gebeuren. Hans en Grietje. Hans en Grietje woonden met hun vader en stiefmoeder aan de rand van het bos. Omdat ze zo arm waren dat ze geen eten meer konden kopen, bedacht de stiefmoeder een plan om de kinderen in het bos af te laten. Hans en Grietje liepen urenlang te dwalen. Net toen ze de moed wilden opgeven, zagen ze door de bomen een kleurrijk huisje. Een gebouw van snoep. Er was eens een arme houthakker die met zijn vrouw en twee kinderen aan zijn gietje aan de rand van het grote bos woonde. De vrouw was de stiefmoeder van de kinderen, Hans en Grietje. Vond haar helemaal niet aardig. Als zijn vader in het bos hout ging zoeken, moesten ze van haar heel hard werken. Het waren slechte tijden, al werkte vader alle dagen. Hij verdiende niet genoeg met hout hakken. Op een avond, toen de kinderen al naar bed gingen, zei hij tegen zijn vrouw, al ons geld is op en we hebben bijna geen eten meer. Ik weet niet hoe het nu verder moet. We kunnen de kinderen morgen achterlaten in het bos, zodat ze de weg naar huis niet meer kunnen vinden, zei zijn vrouw. Dat kun je niet menen. Riep de houthakker. Maar zijn vrouw zei bits, heb jij soms een beter idee? Hans en Grietje hadden alles gehoord. Grietje moest zachtjes huilen. Hans legde de troost zijn arm om haar heen. Ga maar lekker slapen, zusje. Ik heb een plannetje. Midden in de nacht, toen iedereen sliep, sloopte hij de deur uit. Hij vulde zijn broekzakken met witte kiezelsteentjes op het tuinpad. Daarna ging hij weer vlug naar bed. De volgende ochtend vertrokken ze al vroeg om hout te sprokkelen in het bos. Kom Hans, doorlopen, riep de houthakkers vrouw. Hans bleef expres wat achteraan lopen en liet onder een paar meter een kiezelsteentje op de grond vallen. Zo maakte hij een lang spoor van witte steentjes. Diep in het bos stopten ze. Rust hier maar lekker uit, zei je stiefmoeder. Hans en Grietje vielen in slaap. Toen ze wakker waren ze weer helemaal alleen. Het werd al donker. Grietje bibberde. Ik weet de weg niet naar huis. Die kan ik niet meer vinden, zei ze tegen haar broertje. Maar ik wel, zei Hans. Kijk maar in het licht van de opkomende maan. Zag Grietje een spoor van kiezelsteentjes liggen. Ze hoefde maar niet te volgen. En ja hoor. En na een poosje waren ze weer thuis. Een paar weken later was het eten weer bij hen op. Hans en Grietje hoorden hun stiefmoeder zeggen, morgen nemen we de kinderen mee nog verder het bos mee in. Zover dat ze de weg nooit meer zullen terugvinden. Vader trippelde tegen, maar zijn vrouw luisterde niet naar hem. Die nacht wilde Hans weer kiezelsteentjes verzamelen, net als de vorige keer. Maar de deur zat op slot en hij kon niet meer naar buiten. Toen kreeg de slimmerik een ander idee. De volgende dag maakte hij een spoor met brood dat hij had meegekregen. Grietje deelde haar broodje met Hans. En daarna vielen de kinderen in slaap. De zon stond al laag toen ze wakker werden. Hun ouders waren weer weg. Dus Hans ging meteen op zoek naar broodkruimels. Ik vind mijn spoor nergens terug meer. Ik denk dat de vogels dat een kruimtje hebben opgegeten, liep hij tegen Grietje. En zo was het. De hele nacht dwaalden de kinderen door het bos. Ik zal je nog een beetje de weetjes laten horen, tussendoor.
In de Efteling Hanse Gietje vindt je sinds 1955 in het Sprookjesbos. Weet jij dat? Weet jij dit? Waarmee is het tuinpad naar het huisje van de heksen begeleid? Het antwoord lees je aan de andere kant, maar goed, even goed nadenken. Nu gaan we verder met het verhaal. Ze waren moe, hongerig en verdrietig. Tegen de ochtendglorie zagen ze plotseling een dak van een huisje. Dat huisje achter een dikke eik verscholen lag. En het was niet zomaar een huisje. Het was het dak gemaakt van pannenkoeken. En op de gesuikerde muren zaten krakelingen. Speculaas, op het muurtje van de brooddeeg stond een heerlijke taart. Er waren zelfs limonadefonteinen. Zie je dat, Grietje? Een huisje van snoep en koek. Hongerig brak Hans een stukje van de pannenkoekentap af. Ook Grietje liep het water in de mond. Oh, kijk, het tuinpad is gemaakt van koekjes. Ze propte er een paar in haar mond. Plotseling hoorde ze een luide geblaas. Het was een zwarte kat. Hij stak zijn kop uit het raam van het buisje. Meteen daarna ging het luikje in de voordeur open. Een krakerige stem zei... Knibbel, knabbel, knuisje. Wie knabbelt er aan mijn huisje? Oeh. Wat een schrik. Een oud, krom vrouwtje met een rond brilletje op haar raakneus keek nieuwsgierig naar buiten. Hans antwoordde snel. Zijn mond viel vol karamel. Het is de wind, Jan, de wind, die uw huisje zo lekker vindt. De deur ging piepend open. En het vrouwtje kwam tevoorschijn. Gelukkig sprak ze vriendelijk. Kijk nou, wat uitgehongerde, magere kindjes. Kom toch binnen. Ik ben net pannenkoek aan het bakken. Dat liet onze Grietje zich namelijk geen tweede keer zeggen. En ze stapte naar binnen. Opeens duwde de vrouw de deur met de smok dicht. Bam! En deed de grendel open. Pats! Ze greep Hans vast en lachte vals. Haha! Ik heb jullie te pakken! Er zijn hier hele magiepannenkoeken, behalve die op mijn dak zitten natuurlijk. Laat me los, riep Hans. Laat hem los, gilde Grietje. Maar het oudje kraste. Oh nee, vanaf nu zijn jullie van mij. En als jullie het nog één keer nog niet door hadden, ik ben een heks. Haha. De heks sloot Hans op in het hooi met de tralies. Zo blijf daar maar voorlopig zitten. Je moet eerst goed dik worden, want dan smaak je veel lekkerder. Had Grietje, die heks goed gestaan, moest dat bloedje lekker smaken? Alsof de oude vrouw haar gedachten kon raden. Snauwde ze, ja meisje, er gaat niets boven een heerlijk gebraden knulletje. De dagen daarna moest Grietje hout brokkelen, vloerboenen en eten koken. Al dat eten was voor Hans, die dikker en dikker en dikker werd. Elke dag wilde de heks Hans in zijn wijsvinger knijpen, om te voelen of hij dikker was. Gelukkig had de heks hele slechte ogen. En ze zag niet dat Hans al behoorlijk dik werd. Telkens een dun kippenpootje tussen zijn tralies stak. Nog steeds mager, riep ze dan. Grietje, domme meid, bak nog eens een keer spek voor je broer. Hij moet echt dikker worden. Even een tijdje later vond de heks opeens welletjes. Het is mooi geweest. Dan eet ik vanavond wel een mager lapje jongensvlees. What the fuck? Grietje, dom kind, gooi eens wat meer hout op het vuur. De oven moet goed heet zijn. Grietje schrok, de tranen stroomden over haar wangen. Daardoor lukte het maar niet om het vuur goed op te stoken. De heks werd ongeduldig. Ik zal zelf eens zo even laten zien hoe dat moet. Aan de kant, domme gans. De woorden maakten Grietje opeens verschrikkelijk kwaad. Toen de heks zich vooroverboog om in het vuur te pokken, nam Grietje een... Ik zie trouwens wat Grietje doet. Die moet eigenlijk van alles gaan doen voor de heks.
Dan giet je een aanloop, bam! Met al de kracht duwden ze de gemene heks in de oven. Meteen sloot Grietje de deur. Hoera, goed gedaan, juicht Hans. Wat was hij trots op zijn zusje. Ze bevrijden hem lachend. Vielen ze elkaar in de armen. Ik heb nog een verrassing voor je, Hans. Ze ging naar binnen. En Grietje opende de la. Kijk eens wat ik gevonden heb. De la lag vol prachtige edelstenen. Oh, wat was het enige dat Hans uit kon brengen. Snel stopte ze zijn broek van zakken vol. Zo vol als hij kon. Dat is wel wat anders dan die kiezelsteentjes in de tuinpad. Grietje deed de rest van de edelstenen in een schotje. En nu vlug naar huis, zei ze. Op een goed geluk begonnen ze te lopen. Zo kwamen ze bij een brede rivier. Een vriendelijke witte zwaan bracht hen naar de overkant. Toen wisten ze er iets waar ze waren. Ze waren heel dicht bij hun huis. Vader zag hen aankomen en holde op hen af. Hij huilde van geluk. Oh, ik schaam me zo dat ik jullie zo in de steek heb gelaten. Ik had er zelfs zo spijt van dat ik jullie stiefmoeder voorgoed heb weggestuurd. Ik wil haar nooit meer zien. Toen liet Hans en Grietje de edelstenen zien. Kijk, vader, al onze geldzorgen zijn voorbij. Wat geweldig, zei de houthakker. Maar het mooiste is dat ik jullie terug heb. En met z'n drieën leefden ze nog lang en gelukkig. Nou, dat was het eerste sprookje van. Ja, van het sprookje van de Efteling natuurlijk. In het volgende sprookje, wat ik later ga voorlezen, is het verhaal. Maar dat horen jullie een ander keertje. Bedankt voor het luisteren naar dit verhaal. En straks allemaal slaap lekker. Doeg!